Want 2018 was voor mij het jaar waarin ik veranderde van iemand die eens wat vaker aan sport wilde doen. Die het groeiende overgewicht tegen wilde gaan. Die fit wilde zijn voor zijn uitdaging in het werk. Ik dus. Naar iemand die toch echt wel... Zo, welkom bij vlog 33. Het is alweer even geleden dat ik een nieuwe vlog heb gemaakt. Maar het is tijd voor een jaaroverzicht van 2018. Allereerst welkom aan alle nieuwe volgers op YouTube. Ik ben onder de indruk van die subscriber aantallen die maar op blijven lopen. Als je mij nu voor het eerst weer ziet, mijn naam is Gerrit Heikoop. En ik probeer wekelijks mijn reis in de wereld van triathlon in Nederland te documenteren. Het is weer even stil geweest, maar ik ben er weer. En in deze vlog wil ik, met name voor mezelf, maar misschien is het voor jou ook leuk, eens even terugkijken op afgelopen sportjaar. En vastleggen wat dit jaar heeft betekend. Want 2018 was voor mij het jaar waarin ik veranderde van iemand die eens wat vaker aan sport wilde doen. Die het groeiende overgewicht tegen wilde gaan. Die fit wilde zijn voor zijn uitdaging in het werk. Ik dus. Naar iemand die toch echt wel een beginnend triatleet was. Een jaar waarin ik aan ontzettend veel races en events meedeed. 20 om precies te zijn. En daarvan waren er 6 hardloop-evenementen met als hoogtepunt de Marathon van Rotterdam in april dit jaar. Het vlak daarvoor mijn eerste halve marathon bij de City per City in Den Haag. Later in het jaar ook nog een tweede halve marathon in Renswoude. Ook natuurlijk weer de Zevenheuvelenloop met een mooie PR. 2 minuten sneller dan vorig jaar. Naast de 6 hardloop-evenementen was er 1 specifiek MTB-evenement. De MTB Cyclo bij ons op de Heuvelrug. En die ging beter dan ooit. In 1 keer strak uit. Dikke vette PR. Dan waren er nog 6 duathlon-evenementen. Wat begon met de Pyramide Cross Duathlon in Austerlitz. 2 wedstrijden in het Runbike Run Circuit van de Nederlandse Triathlonbond in Hogerheide en in Groningen. 2 de Henschoten Meer Games. En de rest, als je goed optelt, zijn 8 triathlons. Waarvan 2 Olympische afstanden en de rest allemaal hele leuke sprintjes. Ik mocht ook ruiken aan triathlon als teamsport. Omdat ik eerste reserve stond bij de meeste van de teamcompetities in de vierde divisie. Maar ja, we hadden superpromotie als doel. En nou, ik moet maar zeggen, gelukkig was mijn inzet als reserve niet nodig. Maar dat maakte wel dat ik alle wedstrijden van de teamcompetities me ook heb ingeschreven. Dus ik ging naar Enschede en ik ging naar Groningen en ik ging naar Nijmegen en ik ging overal mee en ik heb daar ook gestart. Daarnaast ook nog een aantal mooie triathlons gedaan in de nazomer. De Oudekerken Plas Triathlon, de Veenendaal Triathlon en natuurlijk de Keistad Triathlon in Amersfoort. Waar het allemaal ooit begon een jaar geleden. En ik heb dit jaar ook heel wat trainingsuren gemaakt. Zo heb ik in totaal 86 kilometer gezwommen. Ik zeg, volgend jaar gaan we voor de 100. 2188 kilometer op de fiets gezeten. Zowel op de MTB, op de tijdritfiets als op de wielrenfiets. Het doel wat ik mij van tevoren had gesteld was 2018. Dus dat ruim gehaald. En 929 kilometer hardgelopen dit jaar. Daar had ik een doel van 800, zo'n 16 kilometer per week. Dus dat is ook makkelijk gehaald. Ik zeg, volgend jaar gaan we voor 1000. En nu, laatste wat typerend is voor 2018. Ik ben ergens halverwege in 2017 gestopt met het drinken van alcohol. En dat heb ik heel 2018 volgehouden. Nou ja, heel 2018, nee. Ik heb, om precies te zijn, 3 keer toch iets van alcohol gedronken. 1 keer was het op een prachtig idyllische zomeravond. Mooi plaatje toch, bij de zonsondergang en een cocktail met mijn vrouw. Prachtige avond. De 2e keer was heel duidelijk toen wij met de UHTT, dat is trouwens ook wel echt het thema van 2018, UHTT. Ik zit in het bestuur van de Utrechtse Heuvelrug Triathlon en die club is in 1 jaar van 0 naar bijna 100 leden. We zitten nu op 90 leden gegroeid en dat is ook een fantastische reis om mee te maken, dus daar ga je vast ook meer over horen. Nou, toen wij superpromotie maakten en kampioen werden, heb ik daar ook 2 biertjes op gedronken. En ik kan je dus vertellen, ik was meteen de volgende ochtend, ik heb daar meteen last van. En ik zal het nog sterker vertellen. Afgelopen eerste kerstdag bij het diner dacht ik dat ik 2 alcoholvrije biertjes dronk. Ik had er ook wel zin in. En ik heb toch slecht geslapen, jongen. En ik werd de volgende ochtend wakker met koppijn en raar gevoel. Ik zei, het lijkt wel of ik een kater heb, joh. Dus ik de glasbak in, die 2 flesjes eruit. Wat denk je? Was helemaal geen alcoholvrij bier, waren gewoon 2 flesjes normaal bier.
En zover ben ik dus nu. Ja, waar ligt dat aan? Ik weet het niet. Maar ik heb anderhalf jaar nauwelijks gedronken. En dat betekent dat als ik nu ook maar 1-2 biertjes drink, dat ik daar meteen ontzettend veel last van heb. Geeft niks. Voor mij een bevestiging dat alcohol echt vergif is, dat het me in de weg staat. En wat mij betreft wordt 2019 ook helemaal alcoholvrij. Tot zover mijn kleine documentatie van mijn jaar tot nu toe. Ik wens jou een fantastisch oud en nieuw. En ik hoop jou terug te zien aan het begin van 2019, waar ik met je ga delen wat mijn sportieve ambitie wordt voor 2019. Voor degenen die mij volgen op Instagram, die hebben daar misschien al iets van voorbij zien komen in mijn stories van de afgelopen dagen. Ik kijk ernaar uit om je terug te zien. Ik ben heel benieuwd om te horen van jou hieronder in de comments. Wat was jouw sportieve hoogtepunt van 2018? Dank voor het kijken en tot volgende week. Doei! Aardig koud. Zo hier in de Auvergne.